Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Batelaan Advocatuur, Bakker Luit Caminada, Star Stelmeubelen, Van der Burg en Bol en EVE Maatvoering. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal TV. We volgen in Zuid-Spanje diverse clubs uit onze regio tijdens hun trainingskamp. Dit keer een reportage van Graaf Willem II Vak. De ploeg draait uitstekend mee in de zaterdag vierde klasse. Trainer Jan de Jong junior heeft met zijn staf een mooi programma samengesteld voor dat trainingskamp hier in Torremolinos. Een training, er wordt een wedstrijd gespeeld en er zijn teambuildingsactiviteiten. Kortom, goede voorbereiding op de tweede seizoenshelft voor Graaf Willem II Vak. En ook dit trainingskamp is weer samengesteld en verzorgd door onze partner trainingskampen.nl. Jan, hoe was de reis? Nou, goed. We mogen niet klagen. Alles ging lekker op schema. We waren 12 uur verzamelen bij de club. Met de bus, met de ADO Den Haag bus. Zelfs naar Rotterdam gebracht. Daar opgevangen door het trainingskamp. Netjes ingecheckt naar het vliegtuig. En prima vlucht gehad. En hier gearriveerd precies op tijd. We staan nu in het hotel. Dus alles gaat lekker op schema. Dus mag niet klagen. Er zijn veel clubs die vertrekken altijd heel vroeg in de ochtend. Hoe was het zo'n lekkere middagvlucht? Ja, dat was wel prettig moet ik zeggen hoor. Dus we hebben hier toch even, sommigen moesten toch nog even werk of werk afmaken. Dus daar hadden ze even de tijd voor. En je hebt iets meer ruimte om te verzamelen en naar het vliegveld toe te gaan. Dus prima, goed bevallen, zeker. Dan dadelijk het diner. En morgen staat dan gelijk de eerste training op het programma. Uiteraard, daar zijn we natuurlijk ook voor. Hè, om de sportieve plicht ook te gaan doen. En gelukkig kunnen we dat doen, dus daar zijn we zeker blij mee. Dus we gaan morgen om 10:45 gaan we trainen. Onder mooie omstandigheden, hoop ik. En dan gaan we ons voorbereiden ook weer voor het nieuwe tweede gedeelte van het nieuwe jaar dan. Is anders wat, hè? In Nederland moet je met tweetallen trainen. Ja, hier kun je gewoon heerlijk vrij met de hele groep trainen. Ja, dat is heel luxe. Heel luxe. Daar snakken we ook naar. We zijn afgelopen weekend begonnen in Nederland. En we hebben alles gebaseerd op tweetalletjes. En ik denk dat het verademing is voor de jongens om straks weer in de positiespel en de partijspel terecht te komen. Ja. En zelfs een echte wedstrijd staat op programma. Ja, ook dat. Zaterdag spelen we tegen een tweede klasse uit Drenthe. En daar kijken we ook zeker naar uit. Hè, want 10 december was eigenlijk ons laatste moment dat we bij elkaar zijn geweest. En dan zijn we in de zaal geweest. Dus ik merk gewoon aan de jongens dat ze dat naar uitkijken. En ik ook natuurlijk. Dus, ja. We gaan jullie volgen. Heel leuk, heel leuk. En we zien elkaar zeker dan op het veld. Hè?
wel zo dat je dan wel goed mee om moet gaan. Sam, hoe bevalt het op trainingskamp hier in Zuid-Spanje? Ja, tot nu toe perfect. Alles goed geregeld, leuke dingen gedaan. En dan komen nog mooie dingen aan de komende dagen. Je bent tot aanvoerder gebombardeerd, extra taak erbij? Ja, ik heb een beetje pech, want onze echte aanvoerder die kon niet mee. Dus ik heb nu de zware taak van aanvoerder deze dag. Ja, en wat komt er dan voor extra's bij? Nou, ik moet een beetje de jongens in bedwang houden. En voor de rest valt het allemaal wel reuze mee. Krijg je een beetje in bedwang te houden? Ja, ja, het is een leuke, rustige groep. Gedisciplineerd? Ja, perfect. Kijken we naar de competitie. Zo'n trainingskamp is heel belangrijk. Te hopen dat je in Nederland ook weer volledig kan gaan trainen. Want Graaf Willem doet nog steeds mee bovenin. Ja, het gaat goed dit jaar. En hopen dat we het nog tot het einde kunnen volhouden. Ja, hopen. Of ga je ervan uit dat jullie gewoon meedoen om de prijzen? Nee, daar gaan we eigenlijk wel stiekem een beetje van uit. Heel veel succes. Dankjewel. Bart, Graaf Willem II vak voor de derde keer op trainingskamp. Na één keer Portugal. Terug hier in Spanje, Zuid-Spanje. Ja, Torremolinos was ons een aantal jaar geleden goed bevallen. Net even qua temperatuur iets lekkerder dan in Albufeira, waar we de eerste keer geweest zijn. Goede accommodatie. Dus we hebben eigenlijk weer voor hetzelfde pakket gekozen. Toen het voorstel kwam richting spelers, gelijk enthousiaste reacties? Ja, zeker ook natuurlijk in de coronatijd. Wat dat betreft is het natuurlijk ook iets leuks om naar uit te kijken. Dus je merkt dat het enthousiasme dusdanig groot was dat ze ook hun eigen budget bij elkaar hebben gehaald. We hebben een aantal sponsoren die ook op de trainingsshirts ziet staan. Heel actief, gewoon leuk en volmondig ja. Dan wordt er op een bepaald moment gezegd, dat was in de goede periode jongens, we gaan naar Zuid-Spanje. Op een gegeven moment krijg je steeds meer, hoor je al de verhalen van de besmettingen. Is dat nog een punt van bespreking geweest binnen de club? Ja, we hebben eigenlijk afgelopen zaterdag voordat we weggingen, zijn we met het bestuur bijeen geweest. Waarbij we ook hebben gezegd, joh, welke opties zijn er allemaal? Wat kun je eraan doen? Hoe kun je zaken beperken, zo goed mogelijk regelen? En wat we eigenlijk geprobeerd hebben, wat ook aardig lukt nu, is dat je een soort van mini-bubbel toch probeert te creëren met elkaar. En dat was ook voor het bestuur de aanleiding om akkoord te geven op dit hele verhaal. En waarbij ook het grote deel van het bestuur ook is meegegaan of meegekomen hier op het trainingskamp. Nou, zo dat de spelersgroep is wat kleiner dan normaal. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met een club als Graaf Willem waar nogal jongens studeren. Ja, klopt. Er zijn een deel van, eentje is er inderdaad als gevolg van stage die niet mee kan, Jaap. Aantal vanwege werk. Dat beperkt dan wel de mogelijkheden soms. Maar aan de andere kant, je ziet hoe groot het clubje toch nog is. En iedereen heeft gewoon heel veel moeite gedaan om in ieder geval toch wel mee te kunnen gaan. Ja, als we praten over allerlei coronagevallen, je merkt er toch maar weinig van hier als je op zo'n trainingskamp bent. Ja, natuurlijk aanpassen, mondkapjes. Maar je hebt zo'n trainingsveld, mogen trainen met een complete groep, top. Ja, weet je, ik kan natuurlijk heel veel dingen zeggen wat misschien politiek niet helemaal correct is. Maar als je gewoon om je heen kijkt, nogmaals, gewoon met de regels leren leven, hoe lastig ze soms ook zijn. En dan merk je dat het gewoon ook allemaal mogelijk is. Nogmaals, natuurlijk zitten we met kapjes op in de bus, restaurant, let je erop. Hotel moet ik zeggen, let er heel goed op. Ook alle etages worden gewoon goed geventileerd, schoongehouden. Ja, en nogmaals, ik moet ook af en toe nog aan het kapje denken. Maar als dat dan het enige is en je kan dit dan mogelijk maken, dan is dat het meer dan waard. Ja, tot slot, kijk het naar de faciliteiten, zo'n trainingsveld, het hotel, bussen die klaarstaan, alles geregeld door trainingskampen.nl. Tevreden? Ja, heel tevreden. Absoluut. Weer voor een herhaling vatbaar wat dat betreft. Ja, perfect.
Jan, een nuttige oefenwedstrijd, 4-0. Ja, de score had wel hoger kunnen en eigenlijk moeten zijn dan, hè? Naar de scoreverloop of naar de kans die we gekregen hebben, zeker. Maar naar tevredenheid natuurlijk. Want als we na een lange periode weer een wedstrijd spelen in 11 tegen 11... en ik zie wat wij met team dan qua kansen creëren, dan mag ik daar zeker niet ontevreden over zijn. Nee, zeker niet. En het duurde nog eventjes voordat het 1-0 viel. Daarna nog heel wat kansen voor rust. Dan was het inderdaad magertjes bij rust 1-0. Ja, zeker. Als je kritisch moet zijn, dan zijn dat de momenten. Maar ik zeg, in de fase waar je dan vandaan komt en waar je nu weer aan gaat beginnen, dan ben ik blij dat we de kansen alweer creëren. En na de hand moeten we dat kunnen gaan benutten, zeg maar. Als we dan 4-0 en in de verhouding van de tweede klasse waar je tegen speelt, mag ik eigenlijk niet meer eisen. Hè? Wat mij wel heel erg positief opviel, het verzorgde spel van Graafwilm. Zeker, ik heb ze daarin net ook complimenten in gegeven. Dat we vanuit de discipline zijn blijven begonnen en ook blijven voetballen. En dan, dat we dat zeker verzorgd deden, dat is al heel knap op dit moment. Ja. Hugo van Diepenbeek, hij scoorde 4 keer. Ik begreep dat hij normaal niet zo makkelijk het net vindt. Nee, het is wel eigenlijk een type speler, hè, die meer moet scoren vanuit het middenveld. En toevallig heb ik in de periode dat we even niks te doen hadden, de doelpuntenmakers geteld. En dan kwam hij op 1 doelpunt terecht. Ja. En dus tussen deze periode benoem je dat wel. Ja, en als hij dat gelijk zo oppakt en 4 keer weet te scoren, dan heeft hij me wel geraakt. Ja, zeg maar. Ja, wie weet waar dat dadelijk gaat eindigen, tweede seizoen zelfs. Zeker, zeker. Dus ja. Hij heeft het aangetoond dat hij het kan. En dan zal het mooi zijn als dat in de competitieverband ook gaat gebeuren. Ja. Trainingskamp Tormelinus tot nu toe, hoe bevalt het? Ja, super, schitterend. Ik bedoel, we beleven elke dag leuke momenten. Er straalt heel veel plezier ook in de groep.
leuke dingen gedaan. Nou ja, in de activiteiten in eerste instantie, dan kom je natuurlijk voor het voetbal. We hebben lekker getraind 2 keer. Daarna leuke activiteiten gedaan in het padellen. En gisteren zijn we wezen mountainbiken in de bergen van Malaga. Dus ja, de jongens pakken het gewoon heel erg leuk op. En ze vinden niks te veel en alles gaat gewoon heel goed. Dus op dit moment ben ik als trainer super tevreden. Ja, en faciliteiten, hotel, eten, trainingsaccommodatie? Alles is keurig verzorgd. Ook van trainingskamp.nl. De bus staat netjes. Alles staat. Als we even bellen voor hoe moeten we dat of hoe kunnen we dat regelen, wordt het gelijk opgepakt. Dus ja, ik kan niet meer zeggen dan super tevreden. Ja. Hugo, oefenwedstrijdje hier in Guadamor in Spanje. Lekker wedstrijdje voor jou. Ja, zeker. 4 doelpuntjes gebeuren we niet vaak, nee. 4 keer scoren. Ik geloof was het niet de derde of zoiets, of de tweede. Die streep, dat was een beauty. Ja, die raakte ik precies lekker. Die vloog zo binnen. Ja. En daarnaast nog, zijn er nog wel meer kansjes geweest, hè? Ja, ik denk dat we nog wel heel wat doelpuntjes meer hadden kunnen maken. Alleen het is bij 4-0 gebleven. Ja. De rest wilde niet scoren. Maar jullie spelen wel lekker verzorgd voetbal, sterk aan de bal allemaal. Ja, dat is wel de insteek geweest van de trainer. En ik denk dat het hele seizoen al goed voetballen en nu, ja, je ziet het. Ja. Een paar mooie aanvallen ertussen. Ja, je scoort 4 keer. Ik heb begrepen dat je tot nu toe het net niet zo makkelijk vindt. Ja, ik weet niet wie je bron is, maar... Een goaltje. Ja, dat is waar. Nee, dit seizoen nog niet zo vaak gescoord, nee. Dus hopelijk is het een voorbode voor de tweede seizoen. Hoe komt dat het vandaag ineens zo lukt? Ja, misschien die extra biertje vannacht. Ja. Dat zeggen ze wel vaker, hè? Ja. Wat meer zelfvertrouwen. Graaf Willem II Vak doet lekker mee in de competitie. Ja, het zou best wel eens wat moois kunnen worden aan het eind van het seizoen. Feestje vieren kunnen jullie ook? Ja, dat kunnen we zeker. Nee, kampioenschap is de doelstelling en ik denk dat we goed op weg zijn. Als we de inhaalwedstrijd winnen tegen KSD, dan hebben we de eerste periode binnen. Dus dat is een eerste stap, denk ik. Ja, zo'n trainingskamp hier met z'n allen bij elkaar in Spanje. Goede omstandigheden, faciliteiten goed. Dat is toch wel een goede basis, denk ik, voor zo'n tweede seizoen zelf. Ja, zeker. De sfeer is ook goed. Dus ik denk dat het een mooie opbouw is voor de tweede seizoen zelf, ja. Ben je moe op het ogenblik of valt het wel mee na een paar dagen? Nou, die 90 minuten die hakken er wel in. Maar... Ja, je riep naar de 4-0 van trainer Wissel, publiekswissel. Ja, ik had mijn waarde wel bewezen vandaag. Ja, oké. Okay. Maar wat gaat het worden met jullie? Je gelooft helemaal van het eind van het seizoen in een kampioenschap? Ja, we gaan als stinkende best doen. Ik denk dat we goed op weg zijn. Dus ja, je kan het niet voorspellen, maar... We gaan het zien, denk ik. Club zit lekker in de lift, hè? Zowel sportief gezien, ook mooie nieuwe accommodatie. Ja, zeker. Een nieuwe kantine ziet er helemaal goed verzorgd uit. Dus hopelijk kunnen we daar nog veel gebruik van maken dit seizoen. Oké, nou veel succes erbij. Dankjewel. Tot zover onze reportage van Graaf Willem II Vak op trainingskamp in het Zuid-Spaanse Torremolinos. Trainer Jan de Jong junior gaat met zijn staf nu verder met de voorbereiding op die tweede seizoenshelft in Nederland. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Batelaan Advocatuur, Bakker Luit Caminada, Star Stelmeubelen, Van der Burg en Bol en EVE Maatvoering.